Jeroen Slager, teleurgesteld? Uiteraard. Ja. Ja, ben je nou al bezig met de derde klas? Nee, natuurlijk niet. Nee, het is natuurlijk een gegeven dat er een tijdje aan zit te komen. 8x3 is 24, hè? Ja, maar als we er 8 keer winnen, dan, nou, dan weet ik niet wat ik doe. Maar dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Oké, vandaag tegen KFC. 1-1 was het in Koog aan de Zaan. Hoe kan het? Kwam het een beetje door die terugspelbal die eigenlijk toch die 1-0 tekende? Dat helpt niet mee. En meteen 3 minuten na rust een potentieel buitenspeldoelpunt, waardoor het meteen 0-2 wordt. Jullie assistent stond te vlaggen en de scheidsrechter die stond niet op één lijn. Nee. En beoordeelde toch dat het buitenspel was. Ja, gek. Dat zei ik ook tegen hem, want hij zei dat heel uitgesproken. Ik sta op één lijn en ik zei ook, dat is niet zo. Hij stond niet op. Maar goed, hij besluit om het te doen. En daar kan je er ook weinig mee. Dat moet je accepteren. Wat was nou vandaag? Bleven jullie voetballen? Ja. Maar eigenlijk het fanatisme, hè? Ja, weet ik niet. Je zei dat net weer nee ook, maar ik vond het toch, ik weet niet, ik vond het toch best wel meevallen. Alleen, ja, je moet ook beseffen dat als je teleurstelling vlak voor rust, teleurstelling net na rust, dat doet natuurlijk wel met een ploeg die ook dan nog heel vaak verliest. Las ik ook in de krant in verslagen. De kopjes gaan dan hangen bij een achterstand. Nou, dat vind ik wel meevallen. Dat is, dat je hebt het zelf gezegd, hoor. Oh, echt? Oh, nou, dat weet ik niet meer wanneer, maar dat zal een tijd geleden zijn geweest. Maar nee, ik vind het juist heel erg meevallen. Alleen, wat je vandaag ook weer ziet, het is gewoon een stukje kwaliteitsverschil met een ploeg als KFC. Vind je het jammer dat die drie ploegen eruit gaan en drie moeten er nog spelen voor de promotie of degradatie? Wat er vooral jammer in is, is dat eigenlijk al in de winterstop bekend is dat met 7 punten of met 4 punten hadden we in de winter. Toen was eigenlijk al wel voor een heel groot deel bekend, nou, waarschijnlijk gaat het niet genoeg zijn voor ons dit jaar. Dus we hebben er nooit echt voor kunnen knokken. Dat is vooral heel jammer aan die regel. Maar ja, verder is het wat het is. We moeten het ermee doen. Wat is het verschil tussen de derde en de tweede klas? Er zit geen enkele zwakke plek bij een tegenstander. De ploegen zijn allemaal goed, fysiek in orde. Er zitten bij iedere, op twee ploegen na, bij iedere tegenstander zitten er wel 2 of 3 echt klassenspelers in het elftal. Dat is echt een heel groot verschil. Had ik niet helemaal verwacht, moet ik zeggen. Wacht je er zelf van? Misschien nog promotie-degradatie gaan spelen? Of wordt het toch wel directe degradatie? Ja, ik denk dat het een beetje naïef zou zijn als ik zou zeggen dat we dat zomaar halen. Ik heb het, ja, na de overwinning bij ZAP heb ik in ieder geval voor mezelf gedacht van, nou, het zou leuk zijn als we nog 2 of 3 overwinningen pakken in een paar weken tijd. Dan had er nog wat gekund, maar het wordt nu wel heel moeilijk. Hè? Nasir Hassan, die zet je er pas na rust in. Creatieve voetballer, waarom start hij niet? Omdat hij simpelweg gewoon niet zo'n lekkere week achter de rug heeft. Niet alles getraind. Ook geen hele lekkere zondag vorige week. Dus nou ja, dan is het een keer tijd voor iemand anders. Verder geen bijzondere reden eigenlijk. Nou ja, en dan heb je natuurlijk de beste voetballer eigenlijk van SCW, Jeffrey Keizer. Maar ja, die kwam er ook niet uit, hè? Maar hij heeft ook een wat ongelukkige periode. Ja, dat maar het is ook moeilijk. Want ja, het is bijvoorbeeld natuurlijk ook in een elftal dat het niet altijd even makkelijk draait. Dat moeite heeft, dus dat is speciaal in het bijzonder voor dat soort voetballers. Is het natuurlijk super moeilijk om dan je kwaliteiten te doen gelden als je ook vooral heel veel verdedigt. Jeroen Slager, hoe lang blijf je nog bij SCW? In ieder geval nog een jaar. En daarna zien we het wel. Nou ja, eerst maar weer eens ervaren wat winnen is. En ja, even de positiviteit weer opzoeken.